dat het eerste optreden na de pauze meteen gebeurt zonder aankondiging als de prins en de volk op de plaats zit. Mag ik naar boven? De Raad van Elf en Prins Toon den Tweede! Zinnen ze, dat is net iets vooral. Oh. En toen ging ik eens mee en hoe die vertelde men zo en ja. Ze stonden er allemaal omheen, want dat doen ze. Ja. Hoe dat ik het seksje vast moest houden en hoe dat ik de zuikjes erin moest gooien en dan met schupje en schoefje en zo eroverheen moest. Ja, en dan kreeg je naar mond zo'n kollen, zo'n juinen en zo'n praaien. Oh. Zinnen. Ja, ja. Maar hoor je niks van zo'n kolen en zo'n praaien? Nee, krak wat door. Toen wil je schreeuwen en weinig kolen.
maar ik wel. En het eerste. Terwijl jullie tegen elkaar stonden te kwekken, te kwijken en te kwieken, heeft Bertus staan kweken. Ja. Ik zeg altijd maar zo, spreken is zilver, maar kweken is goud. Ja, behalve dan Kareltje de Zeeuw. Oh, de knieën. Ja. Oh, oh. Ja, ja. Ja, Kareltje zin dat hij ook flinke haai. Oh. Zin hij, en dat haai ook, maar die haai van die vette de Zeeuwse klei op zijn grond gebracht, ja, dat kan ik het ook. Ja, dat is waar ook. Maar jij natuurlijk niet Bertus, jij hebt dat natuurlijk alles ongespoten. Als je zo vroeg bent, hebben de wormen en de pieren nog eens niet in de gaten dat er iets groeit. Net, zo kei milieuvriendelijk. Ja. Vroeger in mijn eigenste nog toe spoot ik dat verrekker. Ja. Zo erg dat ik het laatste jaar al mijn erpels aan die hemelkar van je ene van Vernalen meegegeven heb. Oh. Die kende wel, denk ik. Die was het, ja. Ja en die keek me zo blij aan dat ik eens bang was dat hij ze gelijk zelf op zou eten. Oh. Ja, maar die doet ook veel voor het milieu, Bertus. Die rijdt hier wel rond met die stinker. Ja, we hebben er trouwens pas nog allemaal zo'n grote toet met papieren van in de bus gehaald. Geet toch zeker op? Van het milieu. Praat me dan niet aan. Oh. Die heb ik allemaal rondgebrongen. Hé? Nou, kijk, dat zat het zo. Toen ik mijn erpels inleverde, zei die tegen men. Zeg Bertus, zei die, is dat niks voor u om deze papieren van het milieu rond te brengen? Ja. U heeft toch tijd zat, zei die. Oh. En toen keek hij men zo milieuvriendelijk aan. En toen ook nog Jos Roelofs, die kende misschien ook wel. Ja, dat kan. Roelofs. Die Jos die stond toen ook nog milieubewusteloos mee te knikken. En toen heb ik maar, ja meneer, gezet. Oh. En voordat ik het in de gaten had, ging zo'n grote plastieke tas met papieren met mijn op stap. Vol met enveloppen, circularis, folders en 15 boterhammen met spek en zout en een thermoskan koffie, want ik kost wel eens een halve dag weg moeten blijven. Ja, dat zal wel niet. Maar dat zal ook wel goed opgebracht hebben, zo voor de gemeente. Ja, dat is goed. Ik weet eigenlijk niet krek. Vandaar heeft men nog eens een brief gestuurd, er moet het in staan. Ik heb hier ergens te liggen van. Ja. Is een stukje. In het kader van de door de gemeente uitgestippelde milieubeleidsnota die budgetair neutraal moet blijven vloeien. Ja, ja. Moest je het voor niks doen. Ik voel hem al. Oh. En jij rolt natuurlijk. Ja, en onze Tippy, mijn hondje, ook mee natuurlijk. Oh, Tippy ook. Ja, je moet erbij zijn. Ja, die waren uitgelaten. Blij dat hij eens wat meer voor het milieu kon doen als tegen bumpjes en bulletjes oppiezen. Ja. Maar dat rondbrengen, dat is een werk. Ja, goed ja. Ja, Vandalen had nog goed gezegd. Stop er maar één in elke bus. Oh. Nou, dat heb ik gedaan. In elke bus. Ik ben daar zelfs bij het dorpshuis gaan staan. Daar bij het bushuis. Ik denk dan hangen die van Nijmegen en de Bos ook meteen bij. Maar daar heb ik het toen meegemaakt. Ja. Daar stonden er twee. Goh. En een jongen en een meidje. Wow. Echte vandalisten. Op de televisie zien ze ook wel eens ooit, maar die waren echt, die waren live. Zo'n vent, zo'n breed dorske als dat die, en van die dikke arms. Een en al live waren. Ja, die ken ik wel. En dan verstaan we natuurlijk in die grote spierbaan. Ja, net, die blonken zo dat sardin aan mijn ogen en mijn bril die besloeg ervan. Hij haaide een kop als iemand die, zou ik maar zeggen, niet tegenkomt op een Tupperware party. Nee, of bij de rol.
ons honeymoon kwist. Ja, ja, ja. Zijn haar had hij gewassen met van die extra wilde shampoo. Ja. En toen natuurlijk een grote beurt met dusmeren, olievenversen en zo. En wat die mens allemaal bij had. Een wijpol. Een wijpol? Ja, ik denk in het geval dat er iets afgemaakt moest worden of zo. Ja. Een tas vol spuitbussen, een berg dikke stiften, potten, verf, kwasten en nog een del vuurwerk over van het oude jaar. Oh. Maar dat was het ergste niet. Hij had ook een hond, zo'n breeje, zo'n pitbulldozer terrier had hij ook nog bij. Oh. En dat meidje moest hem vasthouden, die hond. dat meidje. Ze had zo'n heel kort t-shirtje aan. Je bent er gelukkig nog van onder de indruk, hè? Zo'n scharrelkiep, zal ik maar zeggen. Ja, ja, die ken ik, ja. Zo'n scharrelkiep zeker met zo'n heel strakke box over de legbatterij. Ja, ja. Dat noemen ze trouwens een animeermeisje. Oh, een animeermeisje? Ja, net, dat was het, ja. Ze had de walletjes nog onder de ogen. Maar toen keek die vent men aan. Hij keek naar mijn jas. Ja, en je had hem natuurlijk de schouder voor je niet in. Nee, dan maakte hij geen indruk. En toen keek hij naar mijn bril en naar mijn sigaar. Ja. En zijn hond, die keek naar mijn en Tippie. En Tippie, ja, die keek mij natuurlijk weer aan. Ja. En toen keek zijn hond naar mijn box. Ik denk, direct doe ik het in mijn box of hij doet het in mijn box. Dan stond het mooi voor Bartes. En wat zin hij toen tegen die Jack de Wipper, zou ik maar zeggen. Ja, wat zeg je dan? Ik praat altijd tegen iedereen aan zo ja. Van... ook al vroeg in de weer, ook al druk aan het werk, want ja, hij stond door de al een hartstikke vol te spuiten. En toen? Toen kostte hij niet meer zeggen natuurlijk dat we vandaan kwamen. Nou, hij viet met mijn galgen en die trok hij ietsjes weer omhoog. Maar goed dat ik hieronder altijd al wat spulling gehad heb. Spulling in de sponning, zou ik maar zeggen. Ja. Gehadde waar zit hij? Zoek de ruzie, moet een klap hebben. Ja, ja, zo proten die man. En wat zin hij toen? Ik durf niks te zeggen. Nee. Hij trok mijn galgen nog iets weer omhoog, zodat er mijn gulp die open stond, nog net de Schaikse kerk door het kon zien. En toen wist ik wel hoe laat het was. En toen? Toen zit hij ook nog, weet jij wat je kunt, zit hij. Oh, ja, dat wist jij natuurlijk ook niet. Nou, het was eigenlijk allemaal gebeurd voordat ik in de gaten had dat er iets moest gebeuren. Het enigste wat ik zeker weet is dat Zirdin en dat hij een ratje ontmakte aan mijn sigaar en dat hij boven in mijn kraag duwde. Het was gelukkig een voetzoeker. Die hoefde ik de weg naar onderen niet te wijzen. En beter dat hij nou doorge is dat hij halverwege blijft hangen. In één klap hakt alles kapot. Mijn box, mijn galgen, zodat ik het niet meer op kon houden. Mijn bril, mijn vest en alles wat er onder mijn vest zat natuurlijk ook nog. Ja, voor mijn folders waren het handig. Die waren meteen huis aan huis verspreid. Net als trouwens mijn boterhammen ook. En zelfs sigaren smaken goed zat als je ze in een keer doorslikt. Maar Bertus toch, ik denk ze jagen jou in een wijnt in de box. Ik zag ook nog dat onze Dippie een schub kreeg van een van die grote mammoettankers die aan zijn voeten haaien. Ja. En ik denk dat ik er ook nog wel van gehad heb. Oh. En toen vertrok ze naar, ik noem geen namen, naar het oosten, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Sally naar het oosten en jij buiten westen. En wat toen al het volk in een keer vandaan kwam, ja. Van alle kanten. Gerrit de Kraai, die waren er het juiste bij. Ja, die is er altijd. Als er een geslacht wordt.
Die wil je al zeker op twee achter in zijn slachthuis willen trekken. Nee, nee, dat mocht niet van de EHBO, want die waren er ook meteen bij, ja, met twee man. Maar die twee van het verzorgd wondje keken eerst naar het blauwe kindje van mijn hondje. En precies zoals ze het op de les geleerd hadden, vroegen ze aan onze Tippie, en wat is er gebeurd? Maar onze Tippie die begreep dat niet erg. En hij deed Gerrit verzimmeren nog in zijn vingers toen hij een Mitella in zijn achterste potje wilde leggen. Ja, allee, dat lijkt geen hond. Maar het lukte toch en onze Tippie kost netjes verbonden met de start tussen de been naar huis. Ja. En toen pas keek de EHBO naar mijn been. En ze trokken meteen die walke talmje uit die tas en de ziekenwagen, breek hier, riepen ze. Oh, waar gebroken? Ben ik toch gek? Maar ik durf die van de EHBO niet tegen te spreken, anders had hij helemaal geen poot meer om op te staan. En toen had ze verdomme ook nog weer niet verband zat. Maar goed dat we zaterdag waren en dat Smorenberg door zijn Allingkraamafdeling op de markt had uitgesteld. Dan kosten ze mooi wat bijhalen, maar dat duurde weer lang, want er was weer actie, geloof ik. We zien Gerrit verzummeren. Actie, voor actie moeten we door het huis zijn. Ja, maar hij moest wel eerst alle bunnetjes invullen, voordat hij iets meekreeg. Want zo werkt dat door. Oh ja. Maar ja, we lagen toch zeker niet alleen, hè. Er waren toch nog wel meer volk. Net als Ria Roelofs en Teken van Boeken, toch zeker ook. Ja, die waren er ook. Ho, die moet het niet in doen, want je houdt niks over. Rias, die moet het eruit laten, moet hem ook uitlaten. Ja. Want Ria, die gaf uitleg, die regelde met het verkeer en die hield alle man en Teken van Boekel op een afstand. Ja. En Ria vertelde tegen iedereen dat ze een harde klap gehad had en dat waarschijnlijk een klaplong was. Oh, ja. En de pistool werd de rijklap bij de kerk. Die waren niet, die heb ik niet gezien. Nee. Ik denk dat hij nog over het licht stond te preken toen de men al lang zwart voor mijn ogen waren. Maar zijn een doopgroep, die waren wel. Een doopgroep? Ja. Waar hebben die nou nooit op te zoeken? Ja, die had je bij de kerk horen vertellen dat er bij dus Husk een stel van die ongedoopte bezig waren. Dus zij erin, dat is doping voor die mensen. Ja. En waren er nog meer van? Ja, voor duizend Holenbergers, Parsivallers, Hofmannekes, Heideroosjes. Oh, ja. Want die welzegde buiten Schaikenaren staan ook lichtelijk veel aan als het voor niks is. Ja. Maar die van de Uitenbroek, dan moet ik zeggen, die hielpen Bertus Uitenbroek. Ja, dat doen ze. Ja, niet om te houden, nee. Die gaven ze netjes aan Annie van de zelfmaakmode mee. Dat vrouwke lief te rijgen uit de nood tussen de met mijn box van deur ging. Ja, maar dan hebben ze toch zeker wel keurig gemaakt teruggekregen. Ja, kijk, dat meende ik wel, maar kan er ook een van Jopen zijn? Ik vuurde aan het afzakken. Ja. Maar het is gelukkig allemaal op zijn potjes weer terecht gekomen. Ja. Maar ben er wel een mooie tijd toch mee zuid geweest. Ja, licht. Ja, je hebt er natuurlijk ook wel mee geleerd, hè? Dat je uit moet kijken als je van de halen tegenkomt. Ja, dat is. En ben je nou in het ziekenhuis gelegen nog? Nee, ik mocht meteen mee naar huis, maar ik moest wel heel veel rusten en veel naar de masseur, hè? Oh ja. Naar Peter en Cora zeker. Ja, als die twee nu onderhand hebben gehad, dan ben je zo beter. Het is wel duur, hè? Ja, die vrijt, die blijft. Maar het helpt wel. Nou, maar daar ben ik helemaal niet geweest. Nee. Ik ben al die Nijen geweest. Die kennen toch wel, die... Ja, weet die? Oh. Ja. Ja, ik ja, ik denk, die beginkrakje mens, die heeft de centen nog nodig. Maar ik heb het wel gezien, hoor. Door op je hoek daar bij de marineschool. Heb je dat huis ooit gezien? Nou. Die kant alleen veel vlugger als die andere twee samen. Dat is door de strijkje rijkpraktijk. Dat is masseren en incasseren. Maar dat moet ik zeggen, met benen. Zijn je masseurs een steen, ja. Ja. Want die heeft echt
alles laten doen verhuizen. Nou, in hoop, dat zeg ik, maar ik meen dat ik dat heb, volgens mij meen ik, allemaal zelf met de hand gebouwd, dat meen ik. Meen ik dat? Meen ik dat hij zelf al die steen zo eerst gevreven heeft, voordat ze ingemetseld werden? Ben je toch gek, mens, nu die je alles laten doen. Zelfs het betalen, dat heb ik al laten doen. Alle steen en alle specie. Oh, daarom stond op die rekening gespecificeerd. Trouwens, rondom heb je toch gelijk laten doen. Maar dat hij zelf met die fijne handjes al die grond losgetherapeuterd heeft en losgeklopt. Nee, bakkers, de masseur zit zomaar niet aan de grond. Maar, hoe is het met uw been? Ja, geweldig. Ja, dat heb ik toch wel moeilijk gehad. Maar ja, jullie hals zal hem toch ook wel goed geholpen hebben, hè, toen het zo'n moeilijkheid. Ja, ons hals, ja. Wat? Is het niet meer zo vet? Nou, vet, ja. Kijk, dat zit zo. Wij begrepen elkaar eigenlijk al lang niet meer zo goed. En ze zijn al zo druk zo van onderneemt te zwaar, toe is van meer. Maar ja, ik haai de volkstuintjes al en ik kom al van de gemeente rond. En dat vond ik al heel warm. Maar ons hel die zin dat nog eens. En ons hel zin het. En Bertus din het. Dat hedde als een vrouw meer mans is. Ja. Dus ik kan zuiken en. Ik denk, ik vat op de krant bij en ik had het eigenlijk al vlug gevonden, men denk. Wow. Ik zag dat een advertentie stond. Ik denk, nou, dat moet het zijn. Ik zeg meteen tegen ons hel, ik heb het al. Gevraagd, man of vrouw, stressbestendig, flexibiel, accuraat en zorgvuldig. Ja. Een teamworker met een sterke persoonlijkheid die op correcte wijze contact onderhoudt met zijn leveranciers en collega's. Oh. Ik zeg tegen ons hel. Ik zeg, hel, ben ik er? Zeg, kijk mijn on en zin, Bertus, zolang als jij uw eigen er nog druk over maakt of dat uw eigen hart of te zaad gekocht is, ben jij daar niet. Stressbestendig, accuraat en flexibel, zei ze. Een beefy worstje zit ze met sigaar in de mond, daar ben jij. Ja, dat had je ze niet moeten zeggen. En toen? Ja, toen is ze sigaretten gaan halen en ja, dat is vandaag 3 weken geleden. Maar dat is toch? En vraagt ze nog terug? Nee, dat is denk ik toch te lang geleden. Kijk, ze kunt wel ooit dukker laten thuis, maar nou niet meer, nou verwachten ze niet meer. En ik ben thuis trouwens alles al een beetje aan het opruimen gegaan. Oh. Alles waarvan ons hel was, en dat waren eigenlijk toch wel veel, heb ik allemaal opgeruimd. Ik ben begonnen met al die flessen die op de toilettoffel stonden. Oh. Die heb ik allemaal netjes naar de glascontainer en naar de chemokar gebracht. Want sinds ik voor Van Dalen rond geweest ben, ben ik wel veel milieubewustiger geworden, dat moet ik zeggen. Al die flessen, onje, klonje, parfum, deodorant, haarspray, bodymelk, karnemelk, magere yoghurt, vanille, blaas, chocolade, pudding. Want als ik al die spuitbussen door op die toilettoffer bekeek, dan heeft volgens mij ons hand dat gat in de ozonlaag gemaakt. Oh. Ja, en dat heb ik ook meteen tegen Wim van Dalen durven geven ook. Ja. En die zou het tegen Hans Vaneke durven geven. En die zou tegen Jan van den Heuvel van de gemeentewerf durven geven hem daar meteen uit te zuigen. Want die schijnt over dat gat te gaan. Oh. Ja, die regelt voor de gemeente alle gatten eigenlijk. Oh. En ik heb het zelf ook nog tegen hem gezet. En Jan zo, die houdt dat allemaal bij en die schrift er meteen op van binnengekomen 20 januari, 1 gat in de O van Zonlaag. Nou, en... Ja, dat is al handig, ja. En de rest? Net als de kleren en zo, hebben we ook allemaal in de container gegooid? Nee, ik gooi niks meer zo weg. Alles netjes splitsen en zo, want ik ben kei milieubewustig voor. Ja. En... Dat gebeurde niet, maar ik heb zelfs
een stapel slipjes van ons held naar de slipverbrander gebracht. Kijk. Alleen één ding is eigenlijk goed fout gelopen. Toen ik alles zo naar de chemokar en naar de glascontainer en zo en alles aan het brengen was, toen is ons hel in tussentijd de bankzaken wisten regelen. Maar dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Jij hebt toch zeker ook een pincode? Dat kan zin niks afhoren, dat weet ik zeker. Er stond pas nog in de krant. De pincode stond er. Is fraudebestendig. Daar stond er. Dus dat kan zijn niet, hè? Fraudebestendig, dat snap ik niet. Want bij mij op de pincode stond, u kunt opnemen F0,00. De Rabobank dankt u voor uw bezoek. Dat stond er. En het geld, dat stond er niet meer. Maar Nico zin tegen mij, ze is hier volgens mij wel binnen geweest. Maar kom maar even naar Manuela Bloks, die weet er alles van. Die heeft ze geholpen, dat kun je geen Manuela gerust vragen zien. Ja. Qua kleur en model box zitten jullie aardig op dezelfde golflengte. Dat zal wel klikken. Net, ik kijk zo over die balie heen en ik zag het op de telling en dat was helemaal mijn smaak. Dus ik keek naar Manuela Box. Ja. Ik zeg, heb jij alle geld aan ons held meegegeven? Wat is er dan toch tegen ogen? Zie het, zeg ik. En? Nou, zie Manuela. Ze zei alleen maar heldenhoop. En ja, toen heb ik ze heldenhoop meegegeven. Ja, dan is er voor Bertus geen hoop meer. Ja, en toen ben ik een beetje beduust en verdrietig naar buiten gelopen. Ja. En, zei Nico nog tegen me? Nou, zeg ik, de manuele therapie heeft niet erg geholpen. Nee, ja, Bertus, je hebt ze toch veel meegemaakt de laatste tijd. Hey, maar miste ze eigenlijk? Missen? Ons held? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ze heeft er trouwens tussen ging ook helemaal niks van gezet en moes. Oh. Ik vind alleen één ding vind ik een beetje zund. Kijk, ik had nog net van tevoren, voordat ze ging, als verrassing, twee snorfietsen en twee helmen gekocht. Oh. Om er samen zo eens wat meer op uit te trekken. Ja. En daar blijf ik nou mooi alleen mee zitten. Ja, schoon. Ja. Ja. Ja, of het moet misschien zijn dat er, misschien dat er ooit iemand met mij zo is samen. Ja. Misschien zou de, is dat niks zo een, zo samen, ja. Ik ook niet. Dan moet ik eens goed over nadenken. Ja, trouwens, eigenlijk denk ik wel dat ik dat wil, ja. Want eigenlijk heb ik jou altijd al een aardige mens gevonden. Weet je wat? Dan gaan wij direct samen eens naar die twee fietsen kijken. Maar. Dan stopte jij ook een sigaar aan, want ik heb er nog net één over. Ja. En dan zullen we dat eens doen. Dat is goed. Als jij die kolen draagt, dan doe ik de rest wel. Trouwens, hou wacht, eigenlijk is dat ook helemaal niet meer nodig. Ik heb ze hier, want ik heb ze nou toch niet meer nodig. Zonder jullie, en ik mag zeggen dat ik namens iedereen spreek, denk ik, een hoop moeten missen. Maar dit jaar hebben we niet voor niks gehoopt. Een hoop plezier van Bertus den Hoop samen met zijn interieurverzorgster. En ik denk, als ik het goed beluister, dat we ze volgend jaar zeker terug zullen zien als het echtpaar den Hoop. En de Woeslandse pronkzitting, die bestaat uit het grootste gedeelte uit fantasie, een beetje doorgefantaseerd over een enkele jaren. Misschien wordt dan de hoop wel uitgebreid met een heldel hupkes. Bedankt, Mari van der Aar.
Patricia Schermer. Met de gardedans, en dan lijkt het eigenlijk of dat het allemaal zomaar vanzelf kan. Maar ik kan het verzekeren, ze oefenen en repeteren een heel jaar rond om bijvoorbeeld ook nog een showdans te kunnen presenteren. We gaan kijken naar de Wiz-stars met de showdans, de Wiz.
jullie meegebracht hebben. Het waren een klein